Dus niet hop het bed in, maar zo. Goedemorgen. Ik ben in. Ja, de opnamelobby behelst echt dat we niet meer een grote zaal hebben met 6 of met 8 bedden. Maar dat we echt gewoon 3 patiëntenbedden hebben die pas in gebruik worden gemaakt. Op het moment dat we een telefoontje gekregen hebben van de operatie dat een patiënt daadwerkelijk naar operatie mag gaan. En inderdaad die wachtkamer waar een patiënt zich wat vrijer voelt dan op het moment dat hij zich in een patiëntenkamer bevindt. Inchecken, opnamegesprek en wegwezen bij dat bed. Het is ontspannen. Het stelt het ziekenhuisopnamegevoel nog een tijdje uit. En dat is alleen maar gunstig. Mensen die op een kliniek worden opgenomen, die nemen vaak gelijk in een bed plaats. En we hebben gekeken naar hoe we mensen meer bewegingsvrijheid kunnen geven voorafgaand aan de operatie. Meer aandacht, meer tijd en meer rust ook voor de verpleegkundigen om het te doen. Nog een wandelingetje? Ben je zenuwachtig? Nou, het valt mee. Kopje thee, alleen voor haar. Ik ben meerdere keren geopereerd en daar herinner ik me nog van dat het met name dat 2 uur voor de operatie het liggen wachten en tussen de andere patiënten, dat werkt. Dat is gewoon stressverhogend en dan denk je wat gaat er allemaal gebeuren. En dat heb je nu natuurlijk ook, alleen je hebt wel wat meer afleiding. En toch, ook nu komt het moment. Tot straks. Doei.